Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. En vandaag speel ik Among Us, want wie speelt dat niet? En ik ben de crewmate. We gaan even hier de map bij aanzetten, want deze duurt altijd zo lang, want het is zo irritant. Oké, ze gaan meteen een aanval. Agressieve bosstrijder weer. Oké, even kijken of we hier uit kunnen. Oké. Nou doen we deze meteen. Ah, dit is altijd zo irritant. Oh, dat is een nieuw recordje, denk ik hoor. In één keer. Oké, Hamtaro. Maar Hamtaro is erbij trouwens. Ik ben hier als grote smurf aan het rondtuppelen. Oké, we gaan even hier naartoe. Ik wil nog niet naar Electrical eigenlijk. Maar ik denk wel dat ik eigenlijk naartoe moet gaan. Ik heb de twee taken. Maar dat is altijd zo eng daar. Oké. Oh, we hebben hier in ieder geval Joost gespot. Don't kill me here, Joost, please. Ik vind dit zo'n enge plek, omdat je hier vent hebt zitten. Dus het is zo makkelijk om iemand te killen hier. Weg te gaan, oké. Blauw, geel, roze, rood. Boom. Oh, Joost is weg. Oh, Ilse. Suspicious, Ilse. Oké, drie mensen. En we gaan even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Meer Mitchell is eerst dood. Hij heeft echt een vloek, gisteren ook al. Echt, hè? Zo, Laura. Oké, ik vond Mitchell helemaal rechts onderin bij storage. Oh, bij storage. Waarschijnlijk was hij heel zielig zijn task aan het doen, want hij zat echt bij die hendel. Oh, daaronder. Daarom zag ik hem wel niet. Ik wou het zeggen, want ik kwam net door storage heen langs Joost, maar als hij daaronder ligt, Laura, zie je het dan. Jij kwam wel van rechts, maar dat zou je inderdaad niet gezien. Dat zou je niet zien. Je ziet dat alleen. Niet hoeven hebben. Nee, precies. Je ziet dat denk ik alleen als je echt naar beneden gaat. Ik had niks gezien. Het enige wat ik weet is dat ik was met Niek heel veel rechts en hij was bij Shields en toen ging ik naar links om alvast naar admin te gaan. Dus Niek die liep achter mij. En ik ben wel met jou in admin geweest, toch? Ja, weet ik. Maar misschien had je het nog kunnen doen. Ja. Dus eigenlijk weten we helemaal niks. We weten niet. Er kunnen heel veel mensen. Er kunnen veel mensen geweest. Ja. Ik ben bang. Nee, weet niet. Maar het kan ook nog gebeuren. Putten licht op. Nee, daar ben ik niet bang voor, Joost. Ik was bang voor jou toen we Electrical in gingen. Als je echt. Ik ben altijd bang als ik met iemand ik raam in ga. Want Electrical is zo eng met die vent daar, doen. Daar ga je altijd dood gewoon. Ja, daarom. Ik was echt doodsbang. Oké, weer een taak hier. Ik durf niet alleen met Ilse mee te lopen. Ik weet niet. Zij was net in de buurt van het lichaam waar die gevonden is. Dus ik weet het niet. Dit is mijn hutsel dood is gegaan ook. Oh my. Tim is het? Oh my god. Tim die speelde gisteren voor het eerst. En die is nu al een soort mastermind. Zijn naam is niet eens genoemd net. Hamtaro is alleen. Oh, iemand heeft het gevonden. Maar niet mijn lichaam. Oké, ik zag volgens mij... Wie liep er net reactor in? Hamtaro. Ik ken jou. Ja. Hebben jullie gezien wie vanuit security kwam? Nee, wij liepen... Niek kwam van rechts. Ik kwam vanaf boven. Ik heb dat niet gezien. Ik zat in reactor om te kijken... Want ik vertrouwde echt Ilse niet. Waar lag het lichaam? Jij lag letterlijk op de grens van security tot de gang. Het gaat er niet wegkomen. Het is en jullie kwamen allebei in de reactor gelopen... Terwijl ik toen rechtdoor liep. Dan ga ik toch voor Niek. Hoe de fuck? Nee, wacht. Tim kwam naar mij camp inlopen. Nee, ik liep weg. Ik liep via up engine. Maar dus iedereen is daar geweest. Dus dit is letterlijk 1-3. Ik denk of Tim of Laura, maar ik zou niet weten welke. Ik verdenk Niek eigenlijk. Hij gaat het echt. Wat hij gaat het gewoon doen. Die Tim. Die mastermind. Oh. Ja, ik weet niet. Ik vind dat als ik zeg maar... Ik ben bijna klaar in ieder geval. Ja, ik ben klaar. Iedereen. Ja, beter gewoon kunnen skip. Oh, Tim heeft eigenlijk bijna niks hoeven te zeggen waar hij was. Oh, hij gaat het doen. Hij hoeft nog maar 1 of 2... Twee mensen, oké. Oké. Oh, dan gaan ze 1. Oh, hij gaat als pro weg meteen. Oh my god, deze guy. Gisteren kon hij helemaal niks. Oh, Joost. Ja, Joost. Ren weg.
Ga emergency. Please, please. Ja, Joost. Ja, Joost. Go. Je kan het. Je kan het. Je kan het. Ja, nu moet het goed komen. Kom op. Je kan het. Is er iemand dood? Hey. Hey. Tim, Joost. Hoe ga je dit uitleggen, vriend? Yes. Tim. Tim, waar was jij? Ik was voor de rest lower engine, electrical. Ja, kan je vertellen hoe jij in één keer teleporteerde van reactor naar lower engine? En niet daar alleen achterliet in reactor. Tim? Ik liep van upper engine naar lower engine toe. Tim, dat is niet waar, Tim. Wat? Tim, het is Joost, want ik zat wat? Bij admin te kijken. Lana, ik zag twee mensen bij storage. Er was iemand bij reactor. Oh nee. En toen was er opeens maar één iemand bij storage. Dode lichamen blijf je zien op dingen. Op admin. Laura, de troost. Wat? Waarom? Laura! Oh no! Mag ik mijn logica uitleggen? Laura, no! Normaal. We zijn imposter. Oké. Don't be suspicious, Amtaro. Don't be suspicious. Oké, wat zullen we saboteren? Go to. Oh, ik ben bijna nooit imposter. Oké. Ah, damn it. Twee mensen. Ik en Ilse. Nu ben ik een beetje onschuldig. Oeh, we moeten iemand vermoorden. Tim, ben je alleen? You did now. Hup, let's get heel out of here. Oeh, daar is Laura. Weet je wat? We gaan nog gewoon even een stukje verder. Oké, niemand gezien. Hallo Joost, Ilse. Niks aan de hand. I'm not suspicious, Hamtaro. We zijn niet verdacht. We kunnen... Oh. God, ik schrik me. Wow. Wat? Jurgen. Ja? Hou jij van kleine ruimtes? Nee, ik heb claustrofobie. Waarom ga je onder een vent? Nee, daar ben ik niet in geweest. Nee, want er ging het bed open en Jurgen kwam van die kant afgelopen. Nee. Waar venten die dan? Rechts onderin ging zo dat luikje open. Ik stond te downloaden in Goms. Ik zie dat luikje open gaan. Ik zie Pees Jurgen zo ploep. En waar liep je heen? Naar rechts. Hij zit naar rechts. Story. Nee, ik ging naar story. Dat is naar links, maar... Ja, dat maakt me. Ik vertrouw Joost, want ik heb Joost als task gewoon sowieso... Zijn visual task? Ik was er daar aan. Nee, maar het was wel heel... Nee, het was gewoon een random vraag. Ik vind het eigenlijk best wel stom dat je die animatie kan zien. Ja, dat is echt een bug in de game. Dat je het kan zien als je gewoon... Dat is de ziekste bug die er is. Ja. Welke bug? Want anders had ik je kan zien, zeg maar, als je niet ziet... Je ziet niet wie eruit komt, maar je ziet wel de vent bewegen altijd. Ja. Dus als je eigenlijk kan je niks zien, dus dan hoor je ook niet te zien dat hij open gaat. Want... Ja, maar ja, het is ook zo. Ja, ik kan... Ja. Kijk, kan je een naar beneden doen? Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Easy the peasy. Het licht is uit, maar we kunnen deze nog gewoon doen. Ik ben een hartstikke brave crewmate. Want deze game haat mij. En als ik eigenlijk een poster ben, dan ga ik ervoor eruit gehaald als bugs. Oh, nee Lara. No. No, arme Amtaro. Dat is wel een risky plek trouwens. Oh. Oeh. Twee mensen. Oké. Laura, waar was jij? Ik was bij Reactor twee opdrachten aan het doen. Ja, die kwam vanaf. Ik zit ook bij de Reactor. Vanaf Lower Engine. Ik ben admin geweest. Mm-hmm. Daar zag ik op een gegeven moment dat we maar vier man hadden. Volgens mij liegt Laura. Nee, ja, ik wil Laura niet. Bij Reactor, of ja, bij Reactor. Ja. Toen zijn wij naar Lights gegaan. Ja, niet helemaal samen, maar Lights ging uit, dus daar ben ik uiteindelijk ook naartoe gekomen. Ik was wel iets eerder. Ik heb Laura niet langs zien komen via Lower Engine. Oh. Ik was ook, nadat de lichten aangingen, was ik daarheen gegaan. Want ik was pas echt klaar net met één opdracht. Maar die hoe super ben je daarheen gegaan dan? Via Lower Engine. Ja, en via daarvoor? Storage, toen Lower Engine, toen Reactor. En hoe kwam je Storage in? Via
de cafeteria. Oeh. Toen was ik vanaf weapons gegaan. Ik ben echt helemaal langs gegaan. Ik weet niet hoe ik jullie zat. Het kan best Tim ook nog zijn. Want Tim kwam ook die kant op. Of ging die kant op. Ik kwam vanuit storage. Dus zou best Joost hebben gegeven. Ja, Niek is het sowieso niet. En Niek weet van mij ook dat ik het niet was. Want we zijn constant. Ja, dat denk ik dat Laura is. Constant, maar we zijn wel lang bij elkaar geweest. Heel lang. Kom maar op, jongens. Wat hebben jullie dan gedaan de hele tijd? Goeie vraag. Ja, ik ben uiteindelijk lights gaan fixen bij Electrical. Maar daarvoor ben ik reactor gegaan. Wat ik daarvoor gedaan heb, weet ik niet eens meer. Ik ben het ook vergeten. Volgens mij is Security ook iets gefixt of zo. Maar ik ben heel snel naar reactor gegaan eigenlijk als eerste. Security gefixt? Een van je de power doorsturen. Oké, ze zitten soort van op het goede spoor. Want Laura gaat ook niet in aanval op Tim. Jullie kunnen het. Ze zegt net dat wij twee het niet zijn. Goed zo, Mitchell. Ja, maar dat weet ik niet zeker. Gather. Alright. Maar ze houdt het wel cool. Ze zou het zomaar mee weg kunnen komen. Oké, we gaan als een braaf spookje onze taken doen. Want ik wil dat we winnen. Alright. We gaan even lekker tanken. Damn. Het is wel stom om zo snel dood te zijn. Game over. Uitgeschakeld. Geel, geel, rood, rood, roze, roze, bla, blauw. Alright. Ik mis Amtaro. Oh man, Amtaro ligt daar in zijn eentje in de gang. Oh, yes. Kom op, ik ben bijna klaar met mijn taken. We zijn op de helft van de taken. We kunnen dit gewoon winnen. Oh. Is hij dood? Kom op. Mitchell, je wist net dat het Laura was. Tim of Laura was het net. Hoezo win Nick het dan? Ja, Nick was heel lang bij mij, dus... Oké, wat hebben jullie dan gedaan? Nou, niet deze ronde, maar de vorige ronde. Dus ik wist eigenlijk van de vorige ronde. Ik heb Nick gezien bij security. Want ik was net op de cams aan het kijken. Toen zag ik dat hij bij mij naar binnen liep. Oh my god. Dus ik weet niet wat jij hebt gedaan. Gaat toen. Ze dit doen? Even denken hoor. Jongens, jullie zaten goed. Ik ben met B. En toen ben ik naar cafetaria gegaan. En toen ben ik terug naar met B gegaan. Om te kijken of iemand daar vermoord was. Want ik had Tim en Nick samen achtergelaten. Oké. En daar lag geen lijk. En toen ben ik teruggegaan te kijken of er naar cafetaria om te kijken of er iemand al dood was. Nick is super stil. Laura die is het blame aan het shiften. No. Nick trap er niet in. We moeten iemand gaan stemmen. Ja. Ik begin nou te twijfelen. Volgens mij is Mitch lid. Nee. Volgens mij heeft Laura gewoon altijd op camera's gestaan. Oh my god. Ja, ik ging eerst die opdracht afmaken bij Reactor. Die net niet af was omdat er toen iemand werd gecalled. En toen wilde ik eigenlijk naar Electrical lopen, maar ik dacht, weet je wat? Nou twijfel ik ook niet. Kijken wat iedereen aan het doen is. Nee. Want de eerste ronde heeft best wel lang geduurd. Ze speelt letterlijk ze tegen elkaar. Ik heb deze sowieso niks gedaan. Ik heb met Basecamp gedaan. Waar jij en Tim bij is, een beetje, maar toen ging je weg. En toen een beetje een rondje gelopen, zag ik Laura bij Cam staan. Dus ik denk eigenlijk best wel dat Mitchell is. Ik denk het ook. Anders had je mij wel gevallen bij security. Of ik word nog uitgepleed door Laura. Oh my god. Oh my god. No, ze heeft het gewoon gedaan. Oh my god. Ik zag Laura uit diezelfde fucking vent uit springen als Jurgen. Maar toen, deze keer stak zij meneer, maar Jurgen vorige keer niet. Hoe ben je daar zo snel gekomen dan? Waar lag het lijk ook alweer? Die lag bij... Het lijk lag bij security. Oh my god. Tim die kwam later bij mij lopen en ik dacht echt... Ja,